Marcus, we zijn hier op Papendal. Je hebt zojuist de presentatie gegeven over de aanloop naar Rio onder meer. Wat mij vooral opviel was het cultuurprincipe, de normen en waarden in het team waar jullie heel erg mee bezig zijn. Kan je een beetje uitleggen wat je daarmee bedoelt? Nou, wij hebben geprobeerd vanaf dag 1 om de lijnen van communicatie bij de groep te openen. Dus de vragen te betrekken bij het proces van keuzes maken en programmering aan inhoud. En wat wij merkten was dat de groep was niet in staat om dat wel te doen, omdat we misten een bepaalde bodem op te staan. En we hebben vanaf Zuid-Afrika in januari geïntroduceerd bepaalde normen en waarden. Eerst vanaf de staf naar de spelers toe. En daarna aan hun overgedragen van luister, dit is voor jullie. Vertel me wat jullie van vinden. En dit is zeg maar ons gedrag geworden, onze cultuur geworden. Wat willen wij van elkaar, wat verlangen we van elkaar. Welk gedrag past zich bij bepaalde normen. En dat vooral was wat waar ons nu drijft in de processen richting de Olympische Spelen. Je zei ook al van dat de groep dat enorm goed heeft opgepakt, zeker ook in het begin. En je zei zelfs, cultuur wint het van talent. Wat bedoel je daarmee? Nou, ik denk dat natuurlijk wel. Een goede tennisser kan gewoon van Nadal winnen een keertje. Of verder winnen een keer. Maar de andere 9 keer wint gewoon degene met de beste zeg maar, cultuur qua trainings, qua arbeid, qua ethos, zeg maar, qua persoon, qua sporter. En dat inhoud is wat jij vooral drijft en beter maakt. En talentier zijn kan dus iedereen. Op een bepaald moment kan iedereen pielen, rennen, hard slaan. Maar de voorwaarden om te winnen zijn dus komen vanaf een andere hoek, vinden wij. En op dat moment hebben we gekozen dat is onze zeg maar, ABC. En onze spel komt er daarna. Zeg maar. Dus dat is hoe wij nu zijn. Elke dag in Papendal aan buiten. De Olympische Spelen starten over 290 dagen. Ja. Van die 290 dagen heb jij de groep, de jongens, zijn jullie met z'n allen 100 dagen bij elkaar. Dat vergt een enorme strakke planning, denk ik, hè? Niet zozeer strak, maar je moet wel goed kunnen kiezen. Wij we hebben een checklist dat voor ons heel bepalend is. Onze rode lijn, zeg maar, rode draad in het verhaal. En wat 100 dagen geeft, is bijna geen ruimte voor een fout in je inschatting van wat moet getraind worden en wat dus niet. Dus onze ervaring met Aal en Taco is dusdanig dat we kunnen wel goed kiezen. En die jongens hebben nu, zijn nu onderdeel van het keuzeproces, dus de topics zijn wel helder. Het zijn niet zoveel, maar liever 3 topics heel goed doen dan gewoon 10 topics alleen maar aanvinken als een, zeg maar, weet je, gedaan en verder gaan. Dus we willen gewoon graag met alles wat we nu doen, zijn de diepte ingaan. Ja, met alles wat je doet zijn de diepte ingegaan. Het is ook een soort van stappenplan. Hè? Afvinken van, hè, van de trainingsdoeleinden die jullie hebben. Ja. Eigenlijk eerst het grote toernooi. Het was het toernooi wat eraan zit te komen. HWL. India over 5 weken alweer. Zeg ik het goed? Eind november is dat. Ja. Wat is daar het doel? Nou, wat wij hebben gezegd toen we gingen de EK analyseren was dat één keer winnen kan iedereen overkomen. Dus we moeten er eerlijk in zijn dat we nog niet zoveel gewonnen hebben dat we nu al weten hoe, wat winnen is. We zien India als een heel belangrijke stap richting de Olympische Spelen. We willen gewoon graag landen zoals Australië en India gewoon tegenkomen. Zeg maar, landen we bijna tegen spelen, hopelijk. En willen wij gewoon gaan winnen naar India? Ja, we gaan met het idee om, we willen gewoon graag een poging wagen om te winnen. Dus desondanks dat het voorbereiden niet zo ideaal is, maar toch nog moeten we in staat zijn met onze cultuur om te gaan presteren. En wat dat is, weet ik niet, maar we gaan niet het Hof van India gewoon weggeven, sowieso niet. Elke maandag komen de jongens hier naartoe, ze zijn hier dan 3 dagen. Waar ligt dan de focus op? Op een hele goed programma gedraaid, waardoor de spelers als ze hier klaar zijn, zijn ze sowieso beter geworden. Maar ook kunnen ze donderdag, vrijdag en zondag bij de clubs ook spelen en presteren. Dus wij zorgen hier heel goed voor hun rust en hun herstel ook nog. Die combinatie moet bij ons altijd gewoon goed zijn. En ik merk wel dat wij maken best veel concessies elke week om te zorgen dat die jongens daarna de rest van de week bij de clubs gewoon goed kunnen presteren. Ja, je bedoelt concessies, hè? Er wordt heel veel gerust hier op Papendal, hè? Ja, zo goed als mogelijk. Ja. Ja. Goede bedden, goede eten. We hebben gekeken naar hun eetpatronen, naar hun zeg maar, schoeisel, naar, zelfs naar hun slaap. We gaan volgende week naar 2 keer gaan we naar Alping om daar iets mee te doen met hun slaap en met hun bedden en matrassen. Dus we zijn aan het kijken naar allerlei gebieden waardoor de jongens kunnen gewoon zich beter herstellen. En misschien winnen we 1% daar, hier of daar. Zijn we gewoon ongelooflijk aan het zoeken en het toepassen. Zodat de jongens goed kunnen rusten, zijn en beter worden. Kijk, hoe meer je traint, hoe meer je moet rusten. Dus die combi moet wel zijn. Ja, die combi moet zijn. Rust is belangrijk, maar er wordt hier ook flink gesport. Je bent ook veel bezig met krachttraining. Ja. Maar ook andere sporten zoals rugby en judo. Ja. Je zei net in de presentatie, Edith Bos, die leert de jongens een beetje judo. Hè? Ja. Waarom is dat? Nou, judo is een donorsport.
van hockey. Daar kunnen wij in, bij mannenhockey zeg maar de weerstand van elke duel heel groot. Body tegen body spel is heel groot. Je moet toch in je core kunnen wel functioneren met je skills gewoon samen. En vanaf judo kunnen wij als donorsport daar wel ongelooflijk van oppikken. En Edith is niet alleen maar een topsporter geweest, maar een topsporter nog steeds in haar hart en in haar nier. En kan ook supergoed lesgeven. En het is een ongelooflijk mooie persoon om hier te hebben. En die jongens hebben met haar ongelooflijk opgestoken en geleerd. En wanneer zij kan, is er bij ons op maandag en om judo te gaan oefenen. Ja, het is vandaag 20 oktober. Exact over 10 maanden is het 20 augustus. Waar staan we dan? Heel blij aan het vieren. Het is finale dag, hè? Ja. Daar moet het gebeuren. Dat gaat wel gebeuren, ja.